Het is vandaag zaterdag en het is nog heel erg vroeg. Het is nu 9:10. Wij gaan zo weg. We gaan naar de mondhygiënist in Amsterdam in samenwerking met Oral-B. Zoals jullie weten heb ik al langere tijd een samenwerking met hun. En vandaag is het tijd om met Eli daar langs te gaan. Dus ik heb er super veel zin in, want dit wordt de eerste keer dat Eli überhaupt naar een mondhygiënist gaat. Hij is al wel met mij mee geweest naar de tandarts. Maar hij heeft nog niet zelf echt ervaren hoe het is om in de stoel te liggen. Ik ga eerst nog even Eli zijn tanden poetsen. En dan kunnen we eigenlijk gaan. Nog even mijn vestje aan. En jas mee, spullen van Eli mee. En dan zijn we ready to go. Deze stoere karstandenborstel die is van Eli. Daar poetst hij maar al te graag mee. Het is echt grappig om te zien. Deze is van Oral-B. Dit is een elektrische. Zo. Die doet het ook heel erg goed. En deze Pro Expert Stages, als ik het goed uitspreek, van Oral-B met karst erop. Die is ook echt heel erg lekker. Deze heeft zo'n fruitsmaakje en er zit ook fluoride en zo in voor hem. Dus vanaf 3 jaar dan mag je ook met een elektrische tandenborstel poetsen. Deze zijn ook wat kleiner voor de mond van een peuter in dit geval. Dus deze is in ieder geval heel erg fijn voor hem. En dan hebben ze ook nog een hele gave Magic Timer. Een Disney Magic Timer. En daar kunnen ze dan mee poetsen. Nou, in dit geval heeft Eli dan de Nemo. Maar je kan ook... Ik kan het er even laten zien. Ik doe wel even hier Add New. Kijk, je kan allerlei plaatjes kan je uitkiezen. Welke wil jij vandaag, Eli? Ik wil... Wil je Nemo of wil je Dory? Of wil je... Kijk, je hebt ook Cars. Ik wil Monster. Wil je Monster? Ja. Oké, dan gaan we een monster doen. En daarna Cars. En daarna Cars. Kijk, dan gaan we even Eli zijn naam in toetsen. En dat is dus zeg maar echt een hele handige app om mee te timeren, zeg maar. Dus dat hij het ook echt volhoudt. Kijk, want als je zeg maar... Oh, we moeten hem even scannen. Kijk, mogen we even je tandenborstel scannen? Oké. Okay. Oh, hij heeft hem al gepakt. Nou, dan mag je nu gaan poetsen. Maar we moeten hem even opnieuw gaan timeren. Kijk, en dan gaat hij precies 2 minuten, ga je dan poetsen. En dan wanneer je het plaatje ziet, dan ben je klaar. Dan zie je straks waarschijnlijk Monster. En nog een Cars? Ja, en daarna kunnen we ook een keertje Cars doen. Die kunnen we vanavond wel doen. Niet vanavond? Ja, die kunnen we vanavond doen. Gaan we even poetsen? Ja. Oké. Even die open. Worsteltje nat maken. Ja, zet hem maar nog even uit. Je mag hem straks aanzetten. En je hoeft voor kinderen hoef je echt maar een mini mini... Ik doe dat. Wacht even. Ik help. Ga je helpen. Heel klein beetje maar. Ja. Heel klein beetje. Je hoeft echt maar een klein dropje... Is het blauwe? Ertje is het eerder. Is het blauwe? Hoef je maar voor die kinderen te zetten. 1, 2. En dan mag je poetsen. Goed zo. Ook goed bij je kiesjes. Goed naar achter. Goed zo. Op de bovenkant. Het is zo grappig om te zien, want dan zit hij dus helemaal gefocust van oké, wat gaat daar verschijnen? En dat duurt dan 2 minuten. Dan moet je blijven poetsen. En klaar. Zie je? Ja. Mag je hem uitzetten? Dat is een mooi plaatje. Ja. Monsters, hè? Dan gaan we vanavond gaan we Cars doen, goed? Ja. En meestal dan poets ik Eli zijn tanden nog even zelf na. Omdat die, ja, kinderen kunnen zelf natuurlijk niet echt overal komen. Dus het is altijd goed om als ouder ook nog eventjes zelf na te poetsen. Ja, gaan we nog een heel klein beetje doen. Kijk, mama gaat het voor jou doen. Maar goed, wij gaan nu richting de mondhygiënist. Ik heb tegen Eli gezegd de tandarts, want hij begrijpt het woord mondhygiënist niet. En de tandarts zijn we wel vaker naartoe gegaan. En daarna gaan we ook nog even langs mijn oma in Almere. Ik laat nog heel even snel zien wat ik aan heb. Ik heb dit jasje, of colbertje, zo'n lang colbertje aan van Misguided. Deze top, die is ook van Misguided, gewoon een simpel wit t-shirt. Broek is van H&M. En mijn schoenen van Zinks. We zijn aangekomen bij...
bij de mondhygiënist. Dit is Sandra Tanahatu. Echt super leuk. En kijk hoe mooi het er hier uitziet ook. Ik vind die stoel echt geweldig. En Ila die is al helemaal de tandjes aan het bewonderen. En dit deze zijn van Ila, hè? Tandenborstel. Ja. En wie is dit? Helemaal trots op zijn tandenborstel. Wie is dit? Kars. Kars, ja. Wauw. Kom, gaan we samen doen. 1, 2, 3. Oh. Kietelt dat ook een klein beetje? Of niet? Ja? Oh, hele grote mond. Ah, goed zo. Zo goed. Wauw. Super goed. Hey. High five. Wauw. Hey, en poets jij ook wel eens na? Ja, meestal wel, want of tenminste als hij dan bezig is, dan zie ik bijvoorbeeld dat hij zijn kiezers even naar achter doet. En dan ga ik meestal daarna nog eventjes met hem samen dan. Dan poets ik ook daarachter en boven, dat is voor hem ook een beetje lastig. Ja, is het zo. En weet je ook tot wanneer je na moet poetsen als ouder? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dus dat is een hele goede vraag. Ila gaat even poetsen nog eventjes, heel goed hè, voor mij. Dat heb je heel schone tandjes. Oh, je mag je ook gaan poetsen, ja. Tot 10 jaar. Tot 10 jaar? Wow. Ja. Kinderen die, die moet je tot 10 jaar in ieder geval 1 keer per dag laten poetsen. Ja. En dat is heel erg belangrijk, want hun motoriek is nog niet voldoende om het helemaal zelf te doen. Ja, en ze gaan het misschien heel snel proberen te doen. Ook dat, ja. Dus tot 10 jaar, 1 keer per dag in ieder geval napoetsen. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. Mama's net laten zien of jullie goed gepoetst hebben. Hele mooie gekleurde tandjes. Super. Zal ik de spiegel even voor jou pakken? Wil je de spiegel zien? Wacht, ik ga hem voor je pakken. En nou heeft Ilay. Laat je tandjes eens zien. Oh, daar komt een tongetje. Kijk. Doe maar zo. Lachen. Wat paarse tandjes heb je nou? Ja. Zag je dat? Ik moet het weghalen hoor, voordat hij straks... En wat betekent dat? Nou, het, overal waar het nog donker is, daar moeten jullie beter poetsen. Oké, okay. Dus wat ligt... Dus we gaan zo even samen kijken. Ik ga even handen vandaan doen. Ja. Deze. Ja, die gaan we ook. Weet je wat dat kan? Is wind. Kijk eens. Ik ga blazen. Even kijken hoe het is. Op je handje nog een keer. Oh. Nu op je tandjes? Daar moeten we een klein beetje beter poetsen. Bij deze. Welke is dat? Die tand. Oh, ja. Yeah. Kijk hè, deze hè. Ja. Die moet iets beter gepoetst die worden. Die staat iets verder naar achter en dat geldt ook voor deze. Doe nog eens open, Ilay. Oh, dat die er misschien moeilijker bij ja. komt dan. Dus dat is voor jou even goed opletten dat als een tandje iets verder naar achter staat, dat je dan... toch ook even de borstel een beetje aanpast, zodat hij ja. er goed opkomt, zodat je dat goed meepoetst. Okay. Want in dit geval staat het iets naar achter, deze tand. Dan wordt hij daardoor donkerder. Ja. Ja, dus daar blijft meer vlak op zitten, dus meer etensresten. Okay. Dus daar moeten we nog even goed gaan poetsen. Dus dat gaan we nu even doen, toch, Ilay? Ja. Gaan we samen poetsen? Dus wat je eigenlijk gaat doen, het is de 3 B's. Dus ja. eerst de hele buitenkant, bijvoorbeeld ja. in de onderkaak. Dan de hele binnenkaak in de onderkant. En dan bovenop te kiezen. Okay. Dus buitenkant, binnenkant en bovenop. Oké. Okay. Kijk, gaan we zo. Zo. Ah, pak je op. En dan de borstel stilhouden per tand. Doe maar heel goed open, Ilay. Yay, pak je op. Ik las ook al. Waar las ik dat nou? In ieder geval dat kinderen onder de 10 al... 50% daarvan heeft al gaartjes gehad, ja, volgens ja. mij. En daarom adviseren wij ook om eigenlijk een kind zo snel mogelijk mee naar de tandarts te gaan. Ja, eigenlijk ze gelijk... van het eerste tandje al, zodat ze kunnen wennen aan ja. het in de stoel liggen en het in de praktijk zijn. Ja. Eigenlijk op spelende wijze leren. Want ja, precies. Eerst ga je gewoon tanden tellen. Ik kijk naar nou ja, hoeveel tanden er dus zijn, of er gaatjes zijn. Ja. Wat er anders kan als een kind al gaatjes heeft. Voedingsadviezen. En zo kunnen we eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd al vroeg, als er iets mis is, iets erbij mis. Zijn. Ja. ja. We zijn al bijna klaar. En ik ga nog even zo. Want ik had nog een vraag voor Sandra.
Want wat ik vind het, ik vond het zelf in ieder geval in het begin heel erg lastig om Ina een beetje te stimuleren dat hij het leuk zou vinden om zeg maar tanden te poetsen. Ja. En ja, nu merk ik wel dat het steeds makkelijker gaat, al helemaal met deze tandenborstel en met die app. En met die app. Dat echt gewoon, ja, hij wil nu heel graag zijn tanden poetsen. Zelfs twee keer. Zelfs twee keer. Of drie keer. Maar mijn vraag aan Sandra was dus, ja, wat zijn haar tips voor ouders, dus voor de kijkers die misschien al kinderen hebben, om dus hun kinderen te stimuleren om hun tanden te poetsen en om het leuk te maken. Nou, ja. Onder andere dus. Ja, de app natuurlijk, dat werkt. Ja. Dat zagen we net al, dat natuurlijk super goed werkt. Ja. Ja, verder, mocht je niet de beschikking hebben over een elektrische borstel en je gaat met de hand poetsen, dan kan je ook alsnog wel die app natuurlijk downloaden. Ja. En verder kan je liedjes zingen, ja. Tanden tellen, dat vinden kinderen vaak ook wel leuk. Ja, spelenderwijs. Precies, gewoon, verhaaltjes vertellen. En bij de hele kleintjes, die eigenlijk nog niet begrijpen wat het precies allemaal is. Met zo'n app en dergelijke. Wat daar gewoon het beste werkt, is dat je het ook spelenderwijs doet. Maar wat vaak goed werkt bij hele kleine kinderen die bijvoorbeeld net hun eerste tandje hebben, dat je ze eigenlijk zo neerlegt bij je. Ja. Dus je legt je kind met hun hoofd hier. Ja. En dan ga je eigenlijk spelenderwijs poetsen. En dan maak je eigenlijk ja, met geluidjes en misschien een muziekje of een liedje. Wat je, precies. Ja. En dat is belangrijk. En uiteindelijk is het natuurlijk de volhouder of de aanhouder die wint. Ja, want kinderen hebben er gewoon niet altijd zin in. Nee. Wat ook heel erg logisch is, is het is gewoon echt een routine, veel, een gewoonte ervan maken eigenlijk. Ja, precies. Dus dat is heel gewoon erg belangrijk. Gewoon voor het slapen gaan sowieso. Softens. Twee keer per dag, met een fluoride tandpasta. Ja. En een ouder die moet tot 10 jaar moeten die blijven napoetsen. Blijven napoetsen. En dat weten heel veel ouders niet, want heel veel ouders denken ook van, joh, zijn zelfstandig nu. Ze kunnen het wel, of het is maar het melkgebit, dat hoor ik ook wel eens. Nee, maar uiteindelijk is het juist heel erg belangrijk dat het melkgebit zo min mogelijk problemen heeft, zo min mogelijk gaatjes heeft. En wat wij eigenlijk vaak zien is dat als een kind veel gaatjes in het melkgebit heeft, dat ze dat ook in hun blijvende gebit hebben. Oh, dus dat heeft wel degelijk. Ja, absoluut. Dus het is heel belangrijk dat je als dat je eigenlijk al zo vroeg mogelijk ermee begint. En dat ook dus een kindergebit heel serieus neemt. Ja. Kijk, dit zijn borsteltjes. Oh. Kijk, allemaal borsteltjes. Welke heb jij? Zijn... Waar lijkt die van jou op? Volgens mij. Oh nee, ik zie het al. Ja, deze. Volgens mij heb jij die. Kijk maar hier, Eli. Kijk. Ja, dat is hetzelfde. En waarom is het nou goed om een kind mee te nemen naar de mondhygiënist? Want ik denk dat heel veel ouders ook wel zullen denken van ja, wat is nou precies het verschil qua tandarts en mondhygiënist? Ja, ik denk dat het grootste verschil tussen een mondhygiënist en een tandarts is dat een mondhygiënist vooral met preventie bezig is. Dus poetsinstructies geven, voedingsadvies. En wauw, supermooi. En een tandarts meer een mondhygiënist mag ook controles uitvoeren, maar een tandarts heeft daar natuurlijk meer röntgenapparatuur voor. Ja. En doet vooral behandelingen. Okay. Voor kinderen is het tot 18 jaar wordt alles vergoed vanuit de basisverzekering. Dus er is voor ouders eigenlijk ook geen reden om niet naar een tandarts te gaan. Nee, precies. En ja, kinderen kunnen op die manier gewoon spelenderwijs leren poetsen. Gewoon alvast wennen, dat zou ook in de toekomst inderdaad gewoon dat volhouden. Dat volhouden en ook op de juiste manier doen. Want ook nu, ik heb heel veel jongeren, maar ook ouderen die hier komen, die ik ook nog poetsinstructie moet geven. Ja. Die hebben dat gewoon nooit geleerd. Nee, precies. Of niet op de juiste manier. Nee. Dus hoe jonger, hoe beter. En zoals je ziet, vindt Eli het superleuk. Hij voelt zich al helemaal vertrouwd in de stoel. Wij zitten inmiddels weer in de auto. Het was echt zo'n leuke ervaring om met Ila bij de mondhygiënist te zitten. En ook voor het eerst dan bij de mondhygiënist met hem. En wij gaan nu naar mijn oma. Die zit in Almere op ons te wachten. Dus we gaan nu die kant op rijden. En ik neem jullie nog even gezellig een dagje mee. Ila die slaapt gewoon. Zo, wij zijn bij mijn oma. Kijk nou. Heb jij zo'n schattig eitje? Alvast voor Pasen, hè? Ja. Gaan we zo even soep eten? Ja. Ja, hè? Ga je alvast zitten op je stoel? Even, ja, ga maar hier zitten. Ik heb al een verhoging voor je. Ja, ga maar. Ze heeft lekker de tafel gedekt. Yummy, yummy.
Zo. Het is nog wel heet nu, hè? Ja, het is heet hoor, schat. Wij zijn inmiddels weer thuis. En ik hoor je gehoor. Oh, hij hangt al. Waar dan? Oh, Maarten heeft een nieuwe douchekop en pan, of hoe het ook heet, gekocht net. Ja. Want die andere die begon echt te hangen. Of tenminste alleen die douchekop. Okay. Maar ja, dat kan je niet loskopen, zeg maar. Nee, die andere. Niet van wat wij hadden. Wat was dat? Dat kortje. Het is weer tijd om tanden te poetsen. Jij vroeg je trouwens ook af, hè, van wat nou beter was. Een normale tandenborstel of een elektrische tandenborstel. Maarten is aan het filmen trouwens, dus ik praat tegen Maarten. Wat denk je? Wat beter is? Ja. Ik zou altijd gewoon een normale tandenborstel blijven zeggen. Nou, het blijkt dus dat je met een elektrische tandenborstel, vooral voor kinderen, dat je sowieso meer tandplak efficiënter kan verwijderen, laat ik het zo zeggen. En je mag op de app kijken. En dat ze doeltreffender kunnen poetsen, dus ook wij als ouder nog even napoetsen dan. Jij wil de Cars van, tenminste vanavond. De Cars. Oh, hier is Cars. Als het goed is, kunnen we dan... Oké, zit de tandpasta erop nog? Ja. Oké, gaan we poetsen. 1, 2. Hij heeft nog nooit zo goed gepoetst. Focus. Ja, ziet er ook heel braaf uit. Dan. Ja, geef mama een high five. Goed zo. En dan gaan we nog één keertje, mag mama nog één keertje poetsen bij jou, ja? Ja? Gaan we kijken of we nog eentje kunnen vinden? Hey, het is verjaardag. Ja. Mag je uitblazen? Mag ze blazen. En weet je wie de jarig is? Weet je hoe zij heet? Sophie. Nee. Ja, zijn meisje Sophie is jarig. Kan jij ook blazen? Blazen? Ja. Oh. Piep de piep. Ila die ligt inmiddels te slapen. Die was echt gelijk nokkie gewoon na deze drukke dag. En net nog even lekker een boekje voorgelezen door Maarten. Ik verwacht echt deze van jou. Dat is gefocust aan het lezen. Ja, echt. Nee, maar echt helemaal goed. En ik denk dat dat hem ook wel tot rust heeft gebracht, hoor. Ja, dat hij is meteen gaan slapen. Hij is echt meteen gaan slapen. Wij gaan nu nog even lekker bank hangen. Dit is alweer het einde van deze dag. En jullie zien ons in de volgende video weer. Doei doei!